Naast de bibliotheken in de gemeente Schouwen-Duiveland, Tolen, Rijmerswaal en Goes is het project Boekstart ook van start gegaan in de Biep in Capelle. Wethouder Leo Koster overhandigde het eerste Boekstartkoffertje aan enkele jonge ouders en hun kinderen. Het project is bedoeld om ouders te laten ontdekken dat het lezen van boekjes samen met hun baby leuk en leerzaam is. Wij spraken Saskia den Otter, als leescoördinator en specialist jeugd en jongeren van de Bibliotheek Oosterschelde, nauw betrokken bij het project. Boekstart is een landelijk project. Het valt onder het onderdeel kunst van lezen en het is lezen met baby's. Het is het koffertje, het Boekstartkoffertje. Dit hoort bij het project. Ouders krijgen van de gemeente een brief met een waardebon opgestuurd. En met die waardebon kunnen ze in de bibliotheek het Boekstartkoffertje ophalen. Er zitten twee babyboekjes in. Een knisperboekje, en dat verandert wel elke keer. Dat is wel het mooie aan het landelijk project. Dus de ene keer is het van Kikker en we hebben ook van Nijntje gehad. Maar van een vlindertje met allerlei knisperdingetjes erop. En nu zitten er kikkerboekjes in. En er zit nog een boekje in met liedjes. En daar zit ook een bijbehorende cd'tje bij. Dus ook het zingen met baby's wordt daarmee gestimuleerd. Bij het project dat in 2008 voor het eerst geïntroduceerd werd in Brabant, zijn meerdere partijen betrokken. Boekstart is een samenwerking tussen gemeenten. De gemeente is belangrijk voor de adressen van de nieuwe ouders, van de ouders die een kindje hebben gekregen. En het consultatiebureau heeft een heel belangrijk stukje in het project, want ook bij het consultatiebureau geven de verpleegkundigen de bonnen mee voor ouders die het vergeten zijn of er even niet aan gedacht hebben of helemaal geen idee hadden wat het is. En het kinderopvang die heeft ook koffertjes staan en posters. Dus die maken ook een soort reclame voor het project. En gaan er ook mee in de kinderopvang aan de slag. En het ROC, dat is ook heel erg leuk. De kinderen, de studenten van de ROC, die helpen mee bij het project. Zoals hier op de koffie of de start van de boekstart. Ochtend verzorgen ze de koffie en ze zijn met de kinderen bezig aan het spelen en helpen de ouders een beetje met alles en nog wat. Ze ontvangen trouwens ook de ouders, dat is ook wel belangrijk om te vermelden. En daarnaast hebben we 4 keer per jaar een koffieochtend en ook daarin ondersteunen ze met het helpen van koffiezetten en het meehelpen bij de kinderen die er zijn. En ze wassen ook de babyboekjes voor ons. Dus dat is hartstikke fijn. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 37.000 Zeeuwen tussen de 16 en 74 jaar zoveel moeite hebben met het lezen en schrijven dat zij niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Dit percentage van de Zeeuwse bevolking, 13%, ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Om laaggeletterdheid te voorkomen richt Boekstart zich op de allerkleinste. Het leesbevorderingsprogramma is gebaseerd op het feit dat baby's die al vanaf het prille begin met boeken in aanraking komen, daar hun hele leven profijt van kunnen hebben. Het is ook belangrijk dat je de tijd ervoor neemt, ook al werk je allebei, maar dat je dat gewoon bewust inplant. Van nou, ik ga nu even met mijn kindje zitten. En soms is het ook een stukje spelen, een kiekeboe spelletje. Ik bedoel, ook dat is taal. Ik bedoel, dat je daar gewoon zo vroeg mogelijk mee begint. En ja, met die koffieochtenden laten we die dvd ook zien. En dan zien ouders ook de voorbeelden dat je niet je kindje tegen je aan moet zetten, maar dat je ze bijvoorbeeld zo moet zetten, dat het kindje jou ziet praten. Dat zijn kleine tips. Binnen Bibliotheek Oosterschelde zijn nu 5 gemeentes gestart. Alleen Borselen moet nog starten. In Heinkesand is een herinrichting aan de gang. Dus als dat gebeurd is, dan gaat daar ook in Heinkesand en Schravenpolder de boekstart van start. Dus dan zijn alle 6 gemeenten van Bibliotheek Oosterschelde boekstartproef eigenlijk. Er is nu een pilot boekstart en verder. Dus dit is van eigenlijk van 0 tot 1,5. Van 1,5 tot 4 is eigenlijk de samenwerking met kinderopvang. En die pilot gaan we nu ook draaien met een aantal kinderdagverblijven peuterspeelzalen. Nou, goed, het voordeel van het project vind ik gewoon, als je in Rotterdam in de bibliotheek binnenstapt, zie je dezelfde banner, hetzelfde koffertje. Het materiaal is mooi, er zitten allerlei foldertjes bij. Er zitten voor leiders van de kinderopvang heel veel boekentips bij. Dat is gewoon het mooie aan het project. De eerste boekstartkoffertjes werden aan de aanwezige jonge ouders en hun kinderen uitgedeeld. Lees je wel eens voor? Ja, regelmatig. Maar nog niet aan haar hoor. Vanaf welke leeftijd begin je met voorlezen? Goh, als ze een paar maanden zijn, als ze een beetje gaan begrijpen wat je zegt.
En wat lees je voor? Ja, allerlei boekjes van Jip en Janneke tot Kikker. En de oudste is al 5,5, dus die houdt van prinsessenverhalen en verhalen over paarden. En die haalt zelf de boekjes bij de bibliotheek, dus dat moet ik dan voorlezen. Ja. Ben je zelf vroeger ook voorgelezen? Ja. Ja, dagelijks voordat je naar bed gaat, hè? Even een paar bladzijden voorlezen. Dus je zet de traditie voort? Ja, ze wordt iedere dag zo'n beetje voorgelezen, de oudste. Vind je het zelf ook belangrijk? Ja, kinderen vinden het leuk en ze leren ervan inderdaad. En het is goed voor de woordenschat. Dus het is ook leuk en zij vindt het leuk en dan geniet je er samen van. En wat vind je van het aanbod van de kinderboeken tegenwoordig? Ja, dat is heel divers. Er is hartstikke veel keus. Dus als je naar de bieb gaat, is altijd wel wat te vinden. En wat vind je van dit project? Ja, dat is heel leuk. Zeker zo'n koffertje met zo'n knisperboekje voor de kleintjes. En ja, het is natuurlijk voor het goede doel, hè? Voor het stimuleren van de letterontwikkeling en dat soort dingen. Dus dat is prima. Nou, ik vind het op zich wel goed dat ze er vroeg bij zijn met lezen, zeg maar. Of tenminste met luisteren natuurlijk in het begin. En ik merk, hij zit op het kinderdagverblijf en daar doen ze het wel volgens mij. Want ik merk dat hij er wel letter van wordt, zeg maar. Ik ben op zich wel blij ook met de boekstart, hoek sowieso. Want dan, ik heb begrepen dat ze je ook advies kunnen geven over hetgeen wat zeg maar, goed is voor je kind, zeg maar, voor de ontwikkeling. Dus vandaar. Dus u gaat veel gebruik maken van het aanbod van het project? Ik ga er zeker gebruik van maken, ja. Absoluut.